En ze zeggen, joh, we moeten af van die jongen. In eerste instantie willen ze hem vermoorden door hem in een diepe put te gooien. Maar uiteindelijk zien ze een paar slavenhandelaars aankomen. Ja, en dan denk ik, wacht even, kunnen we er ook aan wat verdienen? Misschien nog leuker. Dus ze verkopen Jozef aan die slavenhandelaars. En Jozef wordt afgevoerd. En vervolgens hangen ze het verhaal op bij vader Jacob van, ja, hij is verslonden. Hij is helaas niet meer, hij is dood. Hè, maar je hebt een heel elftal nog, dus treur niet. Dat is eigenlijk het met die boodschap. Nou, Jozef komt ondertussen in Egypte. Hij komt in dienst als slaaf bij Potifar, een edelman, zeg maar. En werkt het zich daarop tot zijn rechterhand, de rechterhand van Potifar. Echter, de vrouw van Potifar, dat is nogal een hitsig type. Die vergrijpt zich aan Jozef, maar omdat Jozef een slaaf is, krijgt Jozef de schuld. En Jozef komt in de gevangenis terecht. Dan heb ik het idee dat die jurk niet helemaal af is. Er zitten nog wat rapeltjes aan en een hele grote spleet. Hoe komt dat? Hoort dat zo? Ja, dit hoort van het stuk, want ik moet Jacob verleiden. En ik moet er wel een beetje sexy uitzien natuurlijk. Dus vandaar de scheuren erin. Ja. En hoe lang doe je dit al? Ik doe nu voor dit jaar het eerst mee met Stichting Musical Productie Twente. En ik dans zelf natuurlijk al heel lang. Dus